Na de Vos en VOJ-scholen was het vandaag de beurt aan de GLO-scholen om te beginnen aan de toelatingsexamens of toets. Ruim 11.000 leerlingen van de zesde klas van de GLO-scholen en 450 van de LBO-1 zijn begonnen aan de toelating tot MULO, Technische School, Lager Beroepsonderwijs, LBO. De toets gaat door tot en met 20 juli. Onze nieuwsdienst heeft een kijkje genomen op twee scholen, te weten de OS Drambrandersgracht en de Blijdschool. Schoolhoofd Marlene Sastro-Reggio geeft aan dat de school dit jaar maar een zesde klas heeft. Dit is de laatste drie jaar de trend en ze verwacht dat het zo zal blijven. Sastro-Reggio is positief ingesteld voor wat betreft de resultaten van de toets. Het hele jaar door, het hele schooljaar, hebben we dus echt met de kinderen gehosseld. Ook vanwege de huiselijke situaties waarin de kinderen zich verkeren, moeten we steeds echt aan die kinderen trekken. Ze zijn echt zo een beetje gedemotiveerd, laat me dat zo zeggen. Ja, maar de leerkrachten blijven positief. Wij als leiding blijven ook zeer positief. En we werken ernaar voor een goede prestatie. Hoe waren de resultaten de voorgaande jaar? Redelijk tot goed, zou ik zeggen. We hebben dus vier jaar geleden zelf 100% geslaagd voor de MULO. En drie jaar geleden hebben we variërend tussen de 83% tot 85% voor de MULO. Hoeveel kinderen doen mee aan het examen of aan de toets? 22 leerlingen. Ja. Het is niet een grote klas. Nee. Het is een kleine groep, ja, maar het is toch ook hard werken. Ja, want zoals ik al zei, de kinderen zijn toch wel een beetje gedemotiveerd. Wat is uw boodschap naar hun toe? Kinderen van de zesde klas over geheel Suriname. Ik zou zeggen, zet je in. Het is een eerste stap naar de MULO. Dus zet je in. Ja. Geef de moed niet op, maar doorzetten, 100% doorzetten en steeds blijven leren, want dat is belangrijk om te klimmen in de maatschappelijke ladder. Vandaag hebben de leerlingen de vakken tekstbegrip, hoofdrekenen en aardrijkskunde gemaakt. Op de Blijdschool was het ook een en al concentratie tijdens het vak aardrijkskunde. Deze school telt twee zesde klassen met 34 leerlingen. In verband met de toets heeft het schoolhoofd Francis Rotsburg ervoor gekozen om drie klassen te maken, waardoor de leerlingen ruimer konden zitten. Ook zij geeft aan wat haar verwachtingen zijn. 100% geslaagd, toch? Ja. Okay. Dat zegt u met zo'n zekerheid, dus dat wil zeggen, dat is het resultaat dat de voorgaande jaren is geweest? Nee, de voorgaande jaren niet, maar dit jaar hebben we meer met die kinderen geoefend. We hadden een middag met ze in verband met de motivatiemiddagen. En ze hadden huiswerk begeleiding twee keer in de week. En de leerkrachten hebben zich ook ingezet dit jaar, net als de vorige jaren. Maar van het jaar was het iets extra. En de motivatie zat erin? Het zat erin, want we hebben gezien, gaandeweg de cijfers van die kinderen waren het voldoende. Hele mooie lijsten. Ja. En waar slagen de meesten voor? Welke richting? MULO. Ja, MULO. En dat is wat jullie ze ook adviseren? Ja, MULO. Omdat MULO heb je meer uitwegen. Je kan de verschillende kanten op. Maar LBGO is een langere weg. Want naar je LBGO moet je dan nog verder gaan naar MULO. Je hebt sommige kinderen die je dan al opgeven na vierde klas LBO. Maar MULO kan je nog verder gaan. En zo. Dus we stimuleren ze eerder van gaan naar MULO of de technische school. Want dat is nu ook in trek. Maar liever geen LBO. Maar ja, niet alle kinderen kunnen naar MULO of LBO. Dus ze gaan dan naar de technische richting. En ondanks de hele situatie in het land en alles heeft u gezegd, u heeft toch een motivatiemiddag met de kinderen gepland en het was goed? Ja, ik had jongeren, waaronder mijn zoon en zijn vrienden, die het gratis doen. Dus ze zijn geweest om die kinderen te motiveren aan verschillende spelletjes. En het zijn studerende jongens, ze hebben het doorgegeven van als ik het kan, kan je het ook. Dus vandaar dat ik jongeren heb gekozen om deze kinderen te motiveren. Wat is uw boodschap naar de leerlingen van de zesde klas hier en de andere zesde klassers die ook meedoen aan de toets? Ga ervoor, go for it. Het is voor jou, het is niet voor je ouders, het is voor jou, voor de toekomst. Dus ga ervoor, haal er het allerbeste uit.
Dat is dus schoolhoofd Francis Rotsburg van de Blijdschool. We spraken haar naar aanleiding van de eerste toetsdag vandaag van GLO 6 en LBO 1. Rotsburg dacht dat haar pupillen misschien zouden klagen over hoofdrekenen, omdat ze 1 minuut per som kregen. Morgen worden de vakken redactie, cijferen en geschiedenis gemaakt. We wensen aan alle leerlingen van de zesde klasse veel succes toe.